Steeds meer beleid en besluitvorming wordt opgeslagen in de code van software. Heeft de samenleving dan niet het recht om te weten hoe deze beslissingen en systemen tot stand zijn gekomen? Dus, waarom is open samenwerken binnen de overheid nog niet de standaard? Er speelt een aantal vooroordelen rondom open samenwerking. Zo zou het bijvoorbeeld eng zijn om je software openbaar te stellen. Maar als we kijken naar de toeslagenaffaire, daar zagen we juist dat er ook een gevaar schuilt in het niet openbaar stellen van je gebruikte algoritmes. Het maakt je kwetsbaar in een cultuur van beslotenheid. En van wie is die code nou eigenlijk? In dit inzicht onderzoeken we de diepgewortelde vooroordelen rondom open samenwerking en we kijken hoe we deze kunnen wegnemen. Melanie Rebeck is CEO en co-founder van Radically Open Security, 's werelds eerste non-profit adviesbureau voor computerbeveiliging. Waarom is het voor haar zo vanzelfsprekend om open source te werken? Hi Melanie. Hi. How do you work with open source? My company, Radically Open Security, we release all of our software, frameworks, trainings, basically all of our intellectual property into the open source. As a social enterprise, we also donate 90% of our profits to the NLNet Foundation, and they are a charitable foundation that funds open source, but also digital rights organizations, academic research, and anything for a better open and transparent internet. What is the biggest misconception about open source? I think the biggest misconception is that it is created by some guy in a basement completely as a hobby for free in his own time, and that there's no commercial support, no maintenance, no stability that you can count on. Truthfully speaking, the most successful open source almost always has a company attached to it that provide support, service packages, trainings, configuration help. And I think that people need to understand that there is an entire industry that is dedicated towards supporting your open source. The only difference is you're not locked into any single vendor like you would be with proprietary solutions. So if you're not happy with the commercial service provider for your open source, no worries, you can just keep all of the open source that you have, but then move on to another vendor. Why do you think it's harder for the Dutch government to incorporate open source in comparison to the private sector? Again, I think it's mostly because people think that something is not commercially supported. They think it's amateur, when, of course, reality couldn't be farther from the truth. Of course, the entire internet, you know, the back end, the servers, is running on open source. So this technology has been very strongly validated. Do you have an example of a government agency which is already on board with open source? Now, this might surprise you, but actually in the United States, the FBI. One time I was speaking with somebody from the FBI, and he told me, if it's not open source, we won't use it. And I asked him, well, why is that? And he said, well, it's because if we can't inspect it ourselves, we don't trust it. So, you know, I would basically invite you to consider, you know, if it's good enough for use internally at the FBI, it very well might be also good enough for you. Julieta Marani werkt voor ICTU aan projecten waar innovatie en hergebruik centraal staan. Van haar hoop ik te leren hoe de overheid vanuit dat gedachtegoed ook open source goed kan implementeren en waar ze nu nog tegenaan lopen. Hoi Julieta. Hi. Op welke wijze ben jij verbonden met open source werken? Nou, ik werk op dit moment bij ICTU en DigiCampus. Daar werk ik aan een open source portfolio. Projecten die met publiek geld gefinancierd worden. En wij geloven erin dat dat soort projecten voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Waar loopt het nu vaak vast voor bedrijven die open source willen werken? Ja, wat wij zien is, wij werken voornamelijk met overheden, dat er wordt gedacht open source, nou, dat is gratis. Maar niks is helemaal gratis. Je moet het wel implementeren en dat vraagt tijd en capaciteit, maar vooral ook kennis. Kennis die overheden misschien nog niet hebben van nieuwe programmeertalen. Ook inderdaad hoe je dan omgaat met open source. Een van de dingen die belangrijk is, is dat open source, dat ontwikkel je het liefst in een community. Als je gebruik maakt van open source en je past iets aan, dan moet je het weer terugleveren
aan de community, zodat die daar weer gebruik van kan maken. Nou, en hoe doe je dat dan? Nou, wat we ook zien is dat bedrijven op dit moment closed source leveren. En dan maken ze, dus ze ontwikkelen software en dat verkopen ze 10, 100, 1000 keer. Daar krijgen ze natuurlijk geld voor. En bij open source ontwikkelen ze iets. Daarvoor worden ze betaald, maar vervolgens is het beschikbaar voor iedereen. Ze hebben dus nieuwe businessmodellen nodig. En wat is er nog meer nodig om het succesvol te implementeren? Nou, ik denk een van de belangrijke dingen is dat overheden en bedrijven goede kennis hebben van de licenties die er zijn. Ik denk kennis en capaciteit vrijmaken, meedoen in communities die ook gaan opzetten. Er echt in willen investeren de komende tijd. En een van de dingen waar ik hoop dat veel overheden ook gaan doen, is gewoon een eis stellen. Als we iets met publiek geld gaan maken, dan doen we het open source. En wat betekent open source voor de samenwerking tussen overheid en private bedrijven? Ja, open source vraagt om een veel nauwere samenwerking, veel meer afstemming. Ik had het net al over nieuwe verdien- en businessmodellen. Ik geloof dat overheid en markt daar samen verantwoordelijk voor zijn om die te vinden. En de verhoudingen veranderen ook. Waar het eerst opdrachtgever, opdrachtnemer was die verhouding, wil je nu veel meer naar samenwerking in de community elkaar meer kunnen vinden. Waarom is open source werken nou echt de moeite waard? Nee, je werkt in een community. En dat betekent dat je heel erg een grote groep mensen hebt waar je op kunt vertrouwen en op kunt steunen. Dat betekent ook dat je van elkaars kennis gebruik kan maken. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat helpt ook. Het is ook een manier om dus langzaam die kennis op te bouwen. Ik denk dat dat belangrijk is. Dus het is een nieuwe manier ook om markt, overheid en andere partijen te verbinden. Mathieu Paapst is internetrechtjurist en rechtssocioloog. En vanuit zijn kennis in het IT-recht en het privacyrecht doseert hij hier in Groningen aan de Rijksuniversiteit. Hij kan mij als geen ander vertellen hoe open source op een goede en veilige manier kan worden toegepast. Hallo Mathieu. Hoi, hallo. Wil je me eens vertellen, waarom is het binnen de overheid op dit moment nog helemaal niet standaard om open source te werken? Het probleem binnen de overheid is dat men veel barrières ervaart wanneer men denkt aan het werken met open source software, het delen van open source software, maar ook net zo goed met het delen van open data of het gebruik van open standaarden. En aan wat voor barrières moet ik dan denken? Nou, we weten uit onderzoek dat er 4 soorten barrières voorkomen. De eerste is financieel. Mensen denken toch van, hey, als ik ga werken met open source software of gebruik gaan maken van open standaarden, dat kost mij geld. Ik moet afscheid nemen van software die ik op dit moment gebruik. Daar heb ik misschien in geïnvesteerd. Dus dat wordt als een barrière ervaren. Een tweede, dat is een juridische barrière. Men heeft op dit moment lopende contracten met leveranciers. Daar kun je misschien moeilijk van af. Of wordt ook vaak gedacht van, hey, als ik software ga delen met andere overheden, dat is misschien wel een probleem met betrekking tot het mededingingsrecht. Een derde, dat is de technische barrière. Software dat wordt gebruikt binnen een organisatie en dat zit op een technische manier, zit dat natuurlijk aan elkaar verknoopt. Je kunt niet zo makkelijk zeggen van, hey, ik doe dit stukje software, dat haal ik eruit en dat vervang ik voor iets anders. En de laatste is een organisatorische barrière. En daar gaat het meer om de ervaring of het draagvlak binnen een organisatie. Op het moment dat je met nieuwe software gaat werken, nieuwe software dat stuit altijd op weerstand. Want mensen zijn gewend om te werken met een bepaald pakket van een bepaalde leverancier. En je hebt het nu over het ervaren van barrières. En zijn dat dan ook echt barrières? Als je in werkelijkheid naar deze barrières kijkt, dan zie je vaak dat het best op te lossen problemen zijn. Als het al problemen zijn. Dus om de juridische even te noemen, dan wordt de wet markt en overheid vaak genoemd. Terwijl in de wet al de mogelijkheid is om open source software te gebruiken. Maar zijn er nog andere manieren waarop die barrières overwonnen zouden kunnen worden? Ja, een manier om inderdaad de barrières te overwinnen is om ze van tevoren in kaart te gaan brengen.
En dus van tevoren in kaart brengen van welke mogelijke barrières zie ik en zijn die er dan ook daadwerkelijk. In de praktijk zie je inderdaad dat mensen vaak overvallen worden. Hè. Men denkt er eigenlijk pas over na wanneer er al sprake is van een aanbestedingstraject. En als je dan pas gaat kijken van goh, op welke manier kan ik die bepaalde voordelen van open source behalen, kom je gegarandeerd uit bij een oplossing die je eigenlijk niet had gewild. Dus een goede voorbereiding, dat is meer dan het halve werk. Dat is in dit geval zeker zo. Bart Jacobs heeft een brede belangstelling voor computerbeveiliging en de daarmee samenhangende maatschappelijke discussies. Vandaag ben ik bij hem op bezoek in Nijmegen om hem te vragen wat zijn visie is op de open source samenleving. Bart Jacobs, de open source samenleving. Wat zijn nou volgens u traditionele argumenten om daar gebruik van te maken? Ja, het groot voordeel van open source software is dat het transparant is. In principe kan iedereen zien hoe de software werkt. Je hebt er wel een beetje kennis van zaken voor nodig. Maar je kunt geen geheimen in die software stoppen en daar stiekem allerlei dingen mee doen. Vervolgens kan de software hergebruikt worden. Dus andere mensen kunnen erop voortbouwen. Dat vind ik met name in de publieke sector ook belangrijk. Dat de overheid die software laat ontwikkelen met publieke middelen, daar ook op voortgebouwd kan worden. En verder is onafhankelijkheid een belangrijk punt. Dus als je de software bij één leverancier bestelt, open source, en die leverancier die voldoet niet helemaal, dan kun je de boel meenemen naar een andere leverancier en daar die gewoon verder laten werken aan diezelfde software. Dus het wordt een soort eerlijker en gelijkwaardiger, als ik je goed begrijp. Dat zijn belangrijke termen inderdaad. En dus die transparantie is politiek, vind ik ook belangrijk, zodat wij als burgers ook kunnen zien wat de overheid met onze gegevens doet. En tegenwoordig is er meer. Ja, ik heb er een recent artikel op gewezen dat open source ook heel goed gebruikt kan worden als argument, als instrument, strategisch instrument, om Big IT buiten de deur te houden. We hebben gezien in 2016 met de Amerikaanse verkiezingen, ook het Britse referendum, dat via Facebook mensen ook gemanipuleerd worden. En dat zijn politiek gemanipuleerd worden, bedoel ik. En dat zijn dingen waarvan we eigenlijk in Europa de consensus is. Dat willen we niet, dat dit op een achterbakse manier via technologie gebeurt. En daardoor moet je transparantie afdwingen met betrekking tot dit soort technologie. U bent een van de drijfveren achter IRMA. Ja. Wilt u daar wat over vertellen? Ja, IRMA is een inlogmiddel dat mensen via als een app op hun telefoon kunnen installeren. En in die app kunnen ze gegevens over zichzelf verzamelen. Die heten netjes attributen, zoals ik ben ouder dan 18 jaar. Ik ben Nederlander, ik ben inwoner van Nijmegen. Dit is mijn BSN, dit is mijn paspoortnummer, dit is mijn telefoonnummer. Deze e-mailadres heb ik, enzovoort, enzovoort. En die kan ik selectief onthullen. Dus het is privacyvriendelijke technologie die mensen in staat stelt om afhankelijk van de context relevante dingen van zichzelf te onthullen. En IRMA is open source. Zeker. Bij de ontwikkeling van IRMA hebben we er heel bewust voor gekozen om open source te ontwikkelen. Dus alle software die we maken te publiceren, zodat anderen kunnen zien wat er precies met die gevoelige gegevens die in de IRMA-app opgeslagen worden, wat daarmee gebeurt. En hoe gaat dat dan, dat open source software ontwikkeling? Want ik kan me voorstellen, als er zo'n broncode bestaat en een ander bedrijf ziet, hey, die code die kan netter, moet dan iedereen het daarmee eens zijn voordat die code echt aangepast wordt? Of hoe werkt dat? Het heeft alleen maar voordelen. Het is het profiteren van de bijdrage die anderen geleverd hebben. Kijk, waar soms ook een beetje huiveren zit, is van als jij software schrijft, hè, dat is een ambacht om dat te doen. En je weet dat het daarna open source wordt, dan kunnen anderen dat ook zien. En die kunnen bijvoorbeeld gaan zeggen, nou, dat is wel slordig geschreven. Dus daar zit soms enige huiver in. Aan de andere kant is dat dan ook een mechanisme om programmeurs ertoe te dwingen om netter en zorgvuldiger te werken. Dus ook op dat vlak zijn er allerlei voordelen. Wat je vooral ziet is dat er tegenwerking zit vanuit bedrijven die commerciële belangen hebben. Want juist door niet open source te werken kun je een lock-in situatie creëren dat je voor iedere aanpassing van de software bij het originele bedrijf terecht moet. En misschien is de software in eerste instantie wel redelijk goedkoop, maar alle aanpassingen zijn vervolgens super duur. Het is gewoon een businessmodel. Voor de verkopers van software is closed source een voordeel. Voor de kopers
van software is open source een voordeel. En omdat de overheid in Nederland een van de grote afnemers is van software, is het juist in het publieke belang, in het belang van die overheid en dus van ons allemaal, dat er meer open source software gebruikt wordt.